Rins, het zit al een aantal weken niet mee, maar ik kan me voorstellen dat die nederlaag van afgelopen weekend wel even binnenkwam. Ja, natuurlijk, omdat het een gevoelige wedstrijd is. Het is pijnlijk om dan te verliezen. Vooral ook omdat je, ja, als je ook terugkijkt, dan ja, hebben we toch wel ook wel heel aardig gespeeld de eerste helft. En doe je zelf tekort met kansen niet afmaken. Dus dat is aan de ene kant ook het positieve. Van, nou ja, 1-4 doet de vermoeden van kansloos, maar dat was het zeker niet. Alleen ja, het is wel, als het dan elkaar in de zuiver staat, is het wel confronterend, ja. Ja, maar is het dan het positieve waar je ook aan vast kan houden, is dat je in ieder geval één helft goed kan meten met zo'n ploeg? Ja, toch... nee, tuurlijk. En dat benoem je ook zeker naar de jongens toe en hebben we laten zien, ook met de beelden, met de kansen. Dus dat is ook wel, dat zeg ik, het is ook positief dingen hoe je speelt. Dus alleen ja, je ziet hoe snel je, als je even niet er helemaal bij bent, zoals na rust en dan 1-2 en dan corners, waar we eigenlijk al heel lang, maandenlang eigenlijk geen goal hebben tegengekregen, in één keer twee achter elkaar tegenkrijgen. Ja, dat is het vervelende en het mooie van dit niveau. Dat loop je dan keihard tegen en word je keihard op afgerekend. Ja, dan is eigenlijk een periode van 11 minuten voldoende om zo'n hele wedstrijd weg te geven. Ja, het ging heel snel. En je zag ook, daarna was het team behoorlijk lam geslagen. Dat is ook logisch. Daarvoor zat er met name ook eerst goed voetbal in, energie in, kansen creëren. Ja, alleen ja, zoals al bekend bij ons, we scoren op dit moment een beetje moeilijk. En dat is wel een klein beetje een mentaal ding aan het worden ook. Maar... ja, ik heb toch weer genoeg kwaliteiten deze week ook op training gezien om daar goede vertrouwen van te krijgen. Ja, want juist dat mentale aspect lijkt me heel lastig. En dan maak je eigenlijk die goal. Dan hoop je misschien dat ze daar de moed uitputten. Maar dan is toch één tegenslag weer voldoende. Ja, de positieve vibe in de kleedkamer was prima in de rust inderdaad. En ook vlak in de rust kwam nog redelijk uit de kleedkamer. Ja, en dan één lange bal. En dat is wel frustrerend, want dat zijn hele bekende dingen, zeker bij Sparta. En dat we dan toch weer die fout maken. Dus dat is wel frustrerend voor een ieder. Maar we hebben duidelijk over gesproken met elkaar. En ja, daarna is het ook weer snel switch om. En belangrijke twee wedstrijden voor de boeg. Dus alles weer gericht op Emmen deze week. Dus wat dat betreft was het ook wel weer een fijne week. Ja, het bizarre is dan wel dat je een hele slechte reeks hebt en eigenlijk nog steeds op die plek staat waar je uiteindelijk wil eindigen. Ja, dat klopt. Het is gemiddeld gezien zou je niet denken dat er dit jaar 34 punten nodig zijn om erin te blijven. Nou, uiteindelijk, meestal in het eind van de competitie gaan wel de ondersploegen meer winnen. En je zag nu ook een Cambuur die wint. Dus ja, het is natuurlijk niet zo dat de ploeg maar blijven verliezen. Dus je zal daar een omslagpunt moeten pakken. Ja, dat gaan we morgen proberen te bewerkstelligen. Ja, er zitten wat ploegen die flink met hete adem in de nek zitten, ja, bij ons. Waaronder dus Emmen. Hoe kijk je naar die ploeg? Ja, zelf geweest vorige week naar Volendam-Emmen. Eerste helft speelden ze hartstikke goed voetbal en ja, de veel betere ploeg. En tweede helft zakken ze helemaal weg en verliezen ze eigenlijk ook nog wel verdiend op basis van de tweede helft. Zeg maar. Dus twee hele verschillende gezichten. Een ploeg die goed positiespel kan spelen. Maar ook veel moeite heeft met doel te maken. Veel moeite heeft om wedstrijden te winnen. Dus hun spelen heel veel gelijk. Dus ja, dat zal helemaal elkaar gewaagd zijn morgen. Dat we hebben natuurlijk vorig jaar tegen ze gespeeld. Daar gewonnen en hier verloren. Ook allemaal hele nipte wedstrijden. Competitie dit jaar gewonnen van ze thuis. Dus dat betreft is het wel een ploeg die ons ligt, vind ik. Ja, vorig jaar was dat echt zo'n vechtwedstrijd. Hè? Ja. Toen kwam een beetje de aard van de ploeg naar boven, ja, van wat je nodig hebt. Is, ja, dat ook iets waar je op gehamerd hebt deze week? Van dat je dat zijn wel een paar beelden van die is voorbij gekomen deze week. Ja. Dus dat gevoel weer oproepen. En ook van de thuiswedstrijd. Dan wordt het best wel goed voor elkaar. En worden we natuurlijk in de laatste minuut. Dus, maar wel verdiend. Dus ja, je hebt wel dat proberen. Vooral de positieve dingen deze week benoemen. Met beelden, met trainingen. Dus dat is wel een belangrijk item nu, ja. Ja, want dat vechtaspect kan wel eens heel belangrijk gaan worden als het zo dicht bij elkaar blijft staan. Ja, dat ligt ook in dat deel om elkaar. We hebben natuurlijk wel een ploeg die vooral ook graag wil voetballen. En wat minder de vechtsmentaliteit erin heeft, zeg maar. Tenminste niet qua duelleren. Dus dat is nog wel eens een dingetje. Dat ik denk van ja, daar kan wel een tandje bij. Aan de andere kant moet je vooral ook proberen te onderscheiden op punten waar je goed in bent. Nou, we kunnen goed voetballen. Het is gewoon kunstgras. Dus in die zin hebben we niet een gewoon veld waar we tot nu toe minder hebben gepresteerd. Dus we gaan wel met een goed gevoel naar Emmen. Ja, en dan is het goede voetbal en belonen. Want die kansen kwamen er ook wel voor. Ja, nee, zeker. Dus dat ook weer van de week met de boys over gaat. Ja, het is ook, wat zeg met name voor hun, even een mentaal dingetje. Voor Laza, die kansen mis. Ja, die heeft ook heel veel mooie goals gemaakt in zijn keer. Dus die zit gewoon een beetje tegenaan te hikken.
Je hebt wel het gevoel dat het elk moment kan vallen. Drie wedstrijden nu zijn eerste goal gescoord. Ik vind Gaviotis gewoon behoorlijk goed spelen op dit moment. Dus je hebt wel het gevoel dat dat ook gaat komen. Ja, belangrijke fase, belangrijke wedstrijden. Er zijn wel wat personele problemen richting. Ja, dat is wel vervelend. Ze hebben natuurlijk de wat langere blessures met Piri. Die gaat volgende week dan weer instromen in de groep. Dus gedeeltelijk, dus dat is positief. Bezuijen zal voorlopig nog uitgeschakeld zijn. Fijn is voorlopig nog uitgeschakeld. Awoudja is weer op de weg terug. Positief is Ayoub, is erbij morgen bij de selectie. Daarentegen, Maru Azarkan is er niet bij. We hebben Jackie Jonker die zwaar geblesseerd is. Dus met name dun voorin op de bank. Daar hebben we wat minder mogelijkheden aan van te zien. Maar Mike van Duin is trouwens ook nog geblesseerd. Dus we hebben wel een stuk of 7, 8 jongens die we helaas missen.